Wij staan hier op een land- en tuinbouwbedrijf in Itre. Een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Ook voor Syngenta is duurzame land- en tuinbouwproductie van belang. En daarom hebben wij in 2013 het plan, het Good Growth Plan, gelanceerd. Een plan waar we samen met telers en onze kennis en technologie laten bijdragen om land- en tuinbouw te verduurzamen. Meer biodiversiteit in de landbouw. Telers trainen als het gaat om het verantwoord toepassen van onze middelen. Projecten gericht op de verbetering van grond. En, heel belangrijk, kunnen we de landbouw efficiënter maken. Kunnen we meer produceren met minder. Meer produceren met minder kunstmest. En minder belasting van het oppervlaktewater. Dans notre souci de préserver la biodiversité et en même temps protéger nos rendements, nous avons appris qu'il existait le projet Interra Farm de Syngenta qui rencontrait tout à fait nos objectifs. Et dans ce cadre-là, nous travaillons en coopération avec Syngenta depuis 2013 et il nous aide à sélectionner les meilleurs produits et à nous donner les meilleures pratiques pour préserver au mieux nos récoltes et la biodiversité. Donc nous faisons des analyses de sol chaque année pour déterminer précisément les besoins de nos plantes. Nous implantons également des haies afin de favoriser la faune auxiliaire naturellement présente, ainsi que des arbres pour pouvoir couper le vent. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous implantons différentes cultures en alternance. Land- en tuinbouw staat in de toekomst voor grote uitdagingen. In de komende 30 jaar moeten we evenveel produceren als in de afgelopen 10.000 jaar. Wat doen we met de biodiversiteit? Wat doen we met het oppervlaktewater? Wat doen we met het milieu? Voor Syngenta is het belangrijk om mee te bewegen op die agenda. Om mee te bewegen op duurzaamheid. Kunnen wij ons steentje bijdragen om effectiviteit, met andere woorden opbrengst, te produceren, maar tegelijkertijd de impact van ons handelen beperken.